Hallo en welkom bij Honey Handig met SketchUp. In deze tutorial ga ik jullie uitleggen hoe je een plattegrond uittekent. En om nou te voorkomen dat dit een hele lange tutorial wordt van een half uur of meer, wil ik dat eigenlijk doen in vier korte delen. In deze tutorial ga ik je uitleggen hoe je gewoon de wanden tekent, met daarin de gaten van de deur en het hoekraam. Daarna ga ik je uitleggen, in de volgende tutorial ga ik je uitleggen hoe je een raam aangeeft en hoe je dat kunt uitwerken. Vervolgens ga ik je uitleggen hoe je een deur aangeeft in de plattegrond en hoe je dat tekent in SketchUp. En als laatste hoe je vervolgens de maten erbij zet en alles in groepen en lagen zet. Dus als eerste gaan we beginnen met het uittekenen van de wanden. Nou, ik heb hier in de tekening even een schets gezet van de eisen met de maten van de klant. En dan zie je dat de binnenmaat van de kamer 4 meter breed is, 3,50 meter diep, met ramen van 80 centimeter en een deuropening van 1 meter, of een deur met kozijn van 1 meter 4 breed met een deuropening van 90. En de wanddikte is 20. Nou, dit is zo'n schets die je bijvoorbeeld maakt als je bij een klant bent. En dit gaan we nu omzetten naar een SketchUp tekening. En daarmee gaan we beginnen. We gaan beginnen om maten uit te zetten. En dan gebruiken we stippenlijnen voor. Omdat we nu best wel veel gaan tekenen, raad ik je aan om eigenlijk vanaf het begin af aan snel toetsen te leren. Elke tool in je large tool zetten hier aan deze linkerkant. De meeste, niet allemaal, ik zeg elke, maar ik bedoel de meeste, hebben een sneltoets. En om gewoon snel te kunnen werken, raad ik je aan om je linkerhand op je toetsbord te leggen. En daarmee zou ik zeggen, leg je middelvinger op de E, de duim op je spatietoets. Want de spatietoets is, ik zal even een andere tool pakken. Je spatietoets is namelijk de selectietool, die heb je heel vaak nodig. De E is je gummetje. En zo kun je snel wisselen tussen deze dingen. Vaak als je boven de tools hangt, dan is de eerste letter van het woord, de eraser, E is de sneltoets. Line tool, L is de sneltoets. We gaan nu beginnen met de tape measurement tool. Dat is deze. Dus kort gezegd de T. Wat belangrijk is om even te kijken of bij je tape measurement tool, dat kleine plusje, ik weet niet of je dat kunt zien op mijn scherm, maar er zit een klein plusje onder je tape measurement tool. En als die er niet zit, zoals nu, dan kun je geen stippenlijnen trekken. En we hebben nodig dat het plusje erbij staat. Nou is vaak op veel computers, of bij de Mac of bij de Windows, bij een Windows laptop, zijn die toetsen anders. En om er naar achter te komen wat voor jou die toets is, is het verstandig om even je instructor aan te zetten. Bij de meeste tools krijg je dan namelijk handige informatie. Hoe zet je die instructor aan? Dat doe je bij de Mac. Ga je, als ik me niet vergis, ga je naar Windows. En dan hier ergens moet, even kijken, instructor staan. En bij jullie, bij de Mac, zit dat niet in de default tray, maar zit dat gewoon onder het tapje Window. En voor Windows gebruikers ga je dus naar Window, kijk je bij de default tray en kijk je even of Instructor aanstaat. Als die aanstaat, zit die hier in je default tray. Bij Mac, als je hem aanklikt, de Instructor, dan komt die vanzelf als een pop-up menu. Nou, en als je nu bij je tape measurement tool kijkt, dan zie je hier staan modifier keys. En daar bij de Windows is het zo dat hier staat Control is toggle create guidelines. Nou, dan moet je even bij de Mac bij kijken wat dat bij jullie is. Bij ons is het control. Als ik daarop klik, krijg ik een plusje. En dan kan ik guidelines zetten. Nou, ik wil eigenlijk eerst de maat zetten van 400 centimeter. Dus ik ga naar de groene as toe. Daar klik ik één keer op. Niet in de punt, maar gewoon op de lijn. Dan krijg ik een rechtopstaande verticale stippellijn en die sleep ik een stukje naar rechts. En die zet ik dan neer. Dan ga ik vanaf deze stippellijn weer een lijn zetten en die moet 400 centimeter verderop staan. Ik klik één keer op die lijn, ik zorg dat het plusje erbij staat. Ik klik één keer op die lijn en ik ga naar rechts. Dan zie je dat daar een rode pijl ontstaat. Dat is belangrijk, die moet je in de gaten houden. Want die rode pijl zegt je dat je netjes naar rechts gaat op hetzelfde niveau.
Ik klik dus één keer met mijn linkermuisknop op die stippenlijn. Ik laat mijn linkermuisknop los en ik ga naar rechts. Nou laat ik gewoon mijn muis helemaal los. Typ ik in op mijn toetsenbord. Ik ga gewoon met mijn vingers naar mijn cijfertjes op mijn toetsenbord. En ik typ in 400. Enter. Kun je altijd nameten, dan zie je, hier zit 400 centimeter tussen. En dat gaan we ook met die 3,50 meter doen. Pak ik vanaf de rode lijn een stippenlijn. Dan zie je dat nu de pijl niet rood is, maar groen ertussen. Dat is ook prima. Dan teken je langs de assen. En dat is hartstikke goed. Die zet ik neer. Klik ik nog een keer op die stippenlijn. Ga ik weer omhoog. Let ik erop dat daar die groene pijl staat. Laat ik weer mijn linkermuisknop, als ik hem aanklik. Dus ik klik hierop met mijn linkermuisknop. Ik laat hem meteen los. Dan sleep ik mijn muis omhoog. Laat mijn muis los. Ga naar mijn toetsenbord. Typ in 350. Enter. En dan zit hier 350 centimeter tussen. Nou, dan hebben we de binnenmaat al uitgezet. Die moet je vervolgens gewoon intekenen. Je kan ook meteen alle stippenlijnen zetten. Het is maar even wat je zelf fijn vindt. Ik teken hem gewoon meteen in met mijn rectangle tool. Dat kan ik doen door hem hier te pakken of gewoon op de R te drukken op mijn toetsenbord. Dan krijg ik de rectangle tool. Dan klik ik precies in de hoeken van die stippenlijnen. En dan kan ik een vierkantje tekenen. Vervolgens moeten we de buitenlijnen van die wanden neerzetten, want de wanden hebben een bepaalde dikte. Ga ik dat opzoeken, hier staat de dikte van de muur is 20 centimeter. Dit kan verschillen. Er zijn binnenmuren kunnen een 10, 12 centimeter zijn. Buitenmuren kunnen 27 of 30 centimeter zijn. We houden nu gewoon rondom even 20 centimeter aan. Kijk dat op elke plattegrond even na. Of meet het na als je ergens bent. Dan zijn er twee manieren om dit te doen. Je kunt weer je tape measurement tool pakken met de T. En vanaf de zijkant rondom stippenlijntjes tekenen. Trekken van 20 centimeter. Daarbij steeds oplettend dat je langs de as die stippenlijnen trekt. Dus de pijl moet rood of groen zijn. Dat kan. En dan vervolgens kun je hem intekenen weer met een rectangle tool of de line tool. Wat ook kan, is je offset tool pakken. Oftewel F op je toetsenbord. Klik ik dan één keer op het vlak wat ik net getekend heb en ik ga naar buiten. Dus ik klik met mijn linkermuisknop één keer in het vlak. Laat mijn linkermuisknop los en vervolgens sleep ik met mijn muis. Ga ik die rand die ontstaat naar buiten slepen. Typ ik in 20. Enter. Dan heb ik hem N getekend en de wand is 20 centimeter dik. Kun je zien omdat ik net die stippenlijnen heb uitgezet. Wat ik vaak doe is meteen de stippenlijnen die ik getekend heb, als ik ze niet meer nodig heb, weggummen. Want dan hou je je tekening schoon. Kan je niet in de wand raken met andere stippenlijnen. En als je ze niet meer nodig hebt, waarom zou je ze laten staan? Pak daarom je E, eraser, je gum. En gum je stippenlijntjes weg. Nou, het enige wat we nu nog moeten doen, zijn de gaten van de ramen aangeven. En de deur, en vervolgens de wanden even inkleuren. We zien hier dat het raam 80 centimeter is. Dus ik pak weer de T. Vanaf de binnenwand naar rechts is het 80 centimeter. Dan zet ik weer een stippenlijntje. 80. En dat doe ik van boven naar beneden ook. Want beide ramen, zie ik op de plattegrondschets, zijn even groot. Dan heb ik nog de deur. De deur is... De gat van de deur is 1,4 meter en zit op 20 centimeter van rechts. Nou, dan zet ik uit 20 centimeter. En vervolgens het volgende stippenlijntje, 104. En nu kan ik alles weer intekenen. Dat kun je doen met je line tool, de L. Wat ik hier bij de ramen doe. Of de deur met een rectangle tool. Kan je ook met de L, met de line tool doen, wat jij handiger vindt. En daarna gum ik weer alle stippenlijnen weg. Wat ik nu nog moet doen is de muren inkleuren. En in de volgende tutorial ga ik je uitleggen hoe je een raam en een deur erin tekent. Als eerste de kleur. Ik pak mijn bucket, oftewel de material, de paint bucket, dat is de B. En ik zou de muren niet helemaal zwart maken, maar ik zou ze een lichtere kleur grijs doen. Dan geef je toch aan dat dit dichte muren zijn. Maar wordt het niet meteen heel erg donker en kun je dadelijk ook de ramen en de deuren goed aangeven. Dus we hebben nu de binnenmuren
of de ruimte van de kamer gedefinieerd. We hebben de wanden ingekleurd en de gaten voor de ramen alvast aangegeven. Tot zover deze tutorial en op naar de volgende, waarin ik je uitleg hoe je een raam kunt aangeven op een plattegrond.